Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Ontzettend fijn dat jullie mijn kanaal willen steunen. Dat jullie mij altijd zo liefdevolle berichten sturen. Als jullie interesse hebben in de berichten, maar ook in privé-readingen, in de meditaties, in de readingen, in de informatie. Ik kreeg door dat ik vandaag via de aardengelen van dieren het kaartjes mocht gaan trekken. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Maar één kaart hieruit. Oké. Dit is de bij. Spread heart healing with joy. Dus verspreid jouw heling via het hart. Met veel liefde. Kan zijn dat je een bepaalde healing energie over je hebt. Die je aan mensen kunt geven. Healing als een mens naar je stemgeluid luisteren. Astrale healing. Meditatieve healing. Helende handen. Je hebt zoveel kracht. Dat besef je niet. Maar dat gaat duidelijk worden. Je gaat het heel druk krijgen. Je ziet ook die bij. Je gaat ook personeel krijgen. Mensen die voor je werken. Ook heel veel vrijwilligers die voor je klaarstaan. Wordt als het ware, ik zie dan zeg maar die koningin. Dat ben jij. En dan allemaal die werkt bij je om je heen. Wat voor kaart mag ik nog meer trekken, Spirits? Uit het veeëndek. Oké. Okay. Hele hoge pieptoon in mijn oor op dit moment. Links. Vaak is dat als ik berichten door mag krijgen van Spirit. Zit hier de kaart in? Zit hier de kaart in? Hier zit hij in. Twee kaartjes. Eens kijken. Look in a book. Whatever your question right now, you find your answer in a book. The words you find will bring you insight which you seek. Dus als je nu in een boek kijkt en je vraag stelt, ogen dicht doet en dan een zinnetje zoekt, dan ga je dus het antwoord krijgen. Voor de vraag, die brandende vraag die je in je hebt. Wijsheid. Het kan goed zijn dat jou gezegd is door de tijd heen van dat je in je tijd ver vooruit was.
De tijd is nu aangebroken om vanuit die wijsheid te putten, zodat je een bepaalde uitdaging kan onder ogen kan komen. Nog meer berichten? De light sees the row. Oké. Verklaar de kaarten? Nee. Een bericht? Een advies? Een advies? Oké. Prima. Nog meer? Nee. Hierin. Meer niet. Oké. Nou, we gaan eens kijken. Dus bij die bijen krijg ik de koning van staven en de aas van bekers. Hierbij voel ik heel erg die passie van die bijenkoningin die het druk heeft en nog drukker gaat krijgen. Moed, kracht, inspiratiebron. Inspiratiebron voor velen. Voorbeeldfunctie. Bewondering krijgen. Liefde geven. Een voorbeeld zijn voor velen. En de aas van bekers. Een start maken. In heling, liefde, je eigen imperium opbouwen om mensen liefde te zenden. Een soort community, gebaseerd op liefde, licht. En weer die heling komt heel erg hard door. Nou, dat je dus je vraag kan opzoeken in een boek. Dat gaat jou een nieuwe inspiratie brengen. Motivatie. Je mag in actie komen. Omdat je nu het antwoord weet. Dus je weet welke kant je op mag gaan. Je bent blij, je bent opgelucht. Dat Spirit jou de weg wijst, het antwoord geeft. Dit is wat je gemanifesteerd hebt. Dit is de juiste keuze. En je gaat dat ook bevestigd krijgen. Je gaat dat ook voelen middels je intuïtie. Dat wat in het boek staat, dat waar is. Dat je die wijsheid bezit. De koning van zwaarden. Nou ja, je ziet hier een uil. En hier zie je ook een uil. Een bruine en een witte uil. Uilen staan voor wijsheid. Je hebt de wijsheid. Die mag je gaan communiceren.
Je hebt een helikopterview, dus je hebt heel veel kennis en vaardigheid en die mag je nu gaan delen. Vele transformaties doorgegaan met de libellen. Ik zie ook grijs haar, dus echt heel veel wijsheid. Ook kennis van kruiden, energieën, dieren. Daar mag je je wijsheid over gaan delen met de mensen. En zo kunnen mensen een start gaan maken in hun groei. In hun eigen persoonlijke groei. Maar dat betekent tegelijkertijd ook een groei voor de planeet Aarde. Een groei van connectie. Connectie met de dieren, planten. Bomen. Lucht, gezondheid. Compassie. En wat is het advies? De zes van zwaarden, de twee van bekers, de schildknaap van zwaarden en de koningin van munten. Eens even kijken. Kom in actie, vertrek. Vertrek, laat het oude achter je. Transformeer. Durf je oude zelf achter te laten. Je bent zover. Het kan goed zijn dat je de laatste tijd veel drieën ziet. Dus berichten met drie, drie. Ik zie je sowieso twee keer drie, drie, drie. Vooruitgang. Groei. Neem mee wat je nodig hebt, wat je echt nodig hebt, dus reis licht. Al wat je nodig hebt is het essentiële plus dat je energetisch in balans brengt. Dat je energetisch in balans bent, sorry. Je kunt anderen ook in balans brengen. Door je helende krachten, onder andere van je handen, van je stem tijdens meditatie. Maar ook je algehele uitspraak. Dus je kunt ook een hele goede inspirational speaker worden. Verdiep je daarin. Maak je die kennis eigen. Dit biedt jou vele mogelijkheden. Je vindt meer en meer je balans in al die informatie, de kennis. Kan goed zijn dat je heel veel vogels ziet op het moment. Let daarop wat voor vogels het zijn, wat voor spirituele betekenis bepaalde vogels hebben. Bijvoorbeeld van de duif, de houthakker van het bos, noem ik hem altijd maar. Het roodborstje, de mus, de koolmees, de uil, de raaf, de specht en noem ze maar op. Dus check dat voor je. Als een vogel tegen je raam vliegt bijvoorbeeld. Of als een vogeltje je pad kruist. Geeft vele informatie. Wat je op kan zoeken in boeken of online. Het geeft je vele antwoorden op je vragen. Ook kan je vragen stellen waardoor je dus antwoorden op die manier krijgt. Van het universum. Van het goddelijke.
Het is allemaal bedoeld om jou in balans te brengen. Om jou zekerder te maken, om jou wegwijs te maken. Kennis en kunde, dat we allemaal in contact staan met de natuur, met de dieren. Maar ook dat we allemaal verbonden zijn door energetische trilling. Dat is jouw kracht. Je kan dat vertalen voor de mensen. Het advies is dus van een reislicht. Deel je kennis, je liefde en je heling. Blijf leren, blijf studeren, blijf kennis upgraden. Niet alleen vanuit boeken. Je gaat dromen krijgen, je gaat door middel van dieren, totemdieren krijgen. En anderszins ook via nummers. En uiteindelijk gaat dat je nog krachtiger maken, nog geaarder. En dat kan je gaan delen met mensen die daarvoor openstaan. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.